station wat zich primair richt op de liefhebber van muziek. Albumtracks, niet altijd en eeuwig kant 1, nummer 1, maar ook kant 2, nummer 3. Als dat gewoon een heel mooi nummer is, wat misschien wel niemand kent, niemand kan meezingen, maar wat kan ons het schelen? Als het goede muziek is, dan draaien we het gewoon. Maar goed, met zo'n attitude, daar ga je natuurlijk geen frequentie mee droog trekken. Dus wij hebben gekozen om er overdag tussen 7 en 7 een in het Nederlands gepresenteerd station op te zetten, wat zich richt op met name vrije tijdsbesteding in het algemeen en vakantie in de zomer. En zodat je ons gaat richten op de toeristen tussen mei en september. En dan heb je het toch al gauw wat de Waddeneilanden betreft alleen al over 2,5 miljoen mensen wat naar de Waddeneilanden gaat. En daar laat niemand zich iets aan gelegen liggen. Dus dat is een volledig braakliggende groep. En die keuze is ook mede ingegeven. Je hebt in Friesland, binnen ons dekkingsgebied, het grootste gedeelte van ons dekkingsgebied, heb je een aantal regionale stations op FM. Waterstad FM, Freeze FM, Rebecca Radio. En die richten zich allemaal op de inwoners van Friesland. Nou, als je daar met een AM-frequentie mee gaat proberen te concurreren, nou ja, dan kun je net zo goed ophouden voordat je begint. Dat is een kansloze zaak. Dus hebben we gezegd, van, nou, dan moeten we ons gaan richten op een groep mensen voor wie het eigenlijk niet uitmaakt dat het mono is. En een beetje, je moet het zien in het licht van iemand die blind is en die het licht uitdoet, die is niet meer in het nadeel ten opzichte van mensen die kunnen zien. Sterker nog, omdat hij gewend is in het donker te leven, zou hij wel eens in het voordeel kunnen zijn. Nou, dat is ook een beetje onze benaderingswijze geweest. We zeggen, nou, als we een groep vinden voor wie het niet uitmaakt dat het mono is, en die krijgen we zo gek dat ze naar de AM toeschakelen, nou, dan hebben we de oorlog half gewonnen. Nou, de mensen die op vakantie gaan, hebben over het algemeen per gezin één radiotoestel mee. Dat is 9 van de 10 keer gewoon een portable radiootje wat mono is. En als je daar dus inderdaad de mensen zover krijgt dat ze die op ons afstemmen, dan heb je de slag al half gewonnen. En als je dan vervolgens een product brengt wat ook nog eens een keer de moeite waard is, nou, dan moet het te doen zijn. En dat is een beetje de insteek geweest. Nou, dat idee was sneller geboren dan dat het gerealiseerd was. Want vervolgens moet je dus proberen om die zender in de lucht te krijgen. En ik heb wel eens vaker gezegd, als we het allemaal van tevoren hadden geweten, dan zou het wel eens niet doorgegaan kunnen zijn. Want dit is echt wat je moet doorstaan aan procedures, aan red tape, aan bureaucratie. Dat is ongelooflijk. Het is iedereen, daar gaat ik verbaas me erover dat er nog mensen zijn die überhaupt ergens aan beginnen. Je krijgt, mensen mogen bezwaar maken. Vervolgens duurt dat 6 weken, dan wordt dat bezwaar afgewezen. Want ze maken bezwaar tegen iets waar de vergunning helemaal niet voor is. En want 9 van de 10 bezwaren tegen onze bouwvergunning, die we hadden betrekking op storing en op straling. Maar het was een bouwvergunning en geen milieuvergunning. Dus het waren volkomen irrelevante bezwaren. Maar het probleem is wel, 6 weken tijd. Na 6 weken worden ze afgewezen. Dan krijgen die mensen nog weer eens een keer 8 weken de tijd om een herziene, om in bezwaar te gaan tegen hun afgewezen bezwaar. Vervolgens wordt er dan een beslissing genomen en die beslissing wordt gepubliceerd. En dan begint het hele circus weer van voren af aan. Dan krijgt iedereen weer de kans om een aangepaste zienswijze in te leveren. En dat moet weer bekeken worden. Ook hoewel op de eerste dag al vaststaat dat het gewoon niet ontvankelijk is. Want het gaat over iets waar die vergunning helemaal niet om gaat. Nou goed, ik zal je er niet mee vermoeien. Maar het is echt, dat heeft heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk hebben we het toch voor elkaar gekregen. We hebben zelf de locatie gezocht. We hebben zelf alles in de lucht gebracht. We hebben een tijdje contact gehad met een van de zenderoperateurs. Maar dat liep niet naar tevredenheid. Dat kostte heel veel en dat leverde niet op wat wij wilden. Dus we hebben het helemaal zelf gedaan. Van site-acquisitie tot aan het bouwen van de masten. We hebben met onze eigen handen de gaten gegraven. Het beton gestort voor de grondankers waar de masten op staan. En dan is de smaak van de victorie op het moment dat het dan uiteindelijk lukt, die is heel zoet. En we zijn nu op dit moment een van de zeer weinige Nederlandse commerciële stations die hun eigen zendinstallatie volledig 100% in eigendom hebben. Bijna iedereen moet huren van Nozema of van Broadcast Partners, of er is volgens mij nog iemand die daarin handelt. En dat is veel geld. Je ziet het dan aan Ray Anderson, die
Ik vind het heel erg jammer dat dat afgelopen is. Want hoe meer er op AM was, hoe beter het ook voor ons was. Maar Ray had een, zoals ze dat in Engeland noemen, een burning rate van €25.000 per maand. Ja, dat, ga dat maar eens terugverdienen. Dat, dan moet je een enorme emmer met geld achter je hebben staan. Want anders dan trek je dat niet. Nou, dat was voor ons dus ook zo. Niet €25.000 natuurlijk. Maar als wij Nozema onze volledige zendinstallatie hadden laten bouwen en onderhouden en verzekeren en de hele rimram. Nou, dan waren we toch ook, ik denk gauw een mil of drie. 3,5 per maand was hij kwijt geweest. Ja, en dat, dat hoeven we nu niet te trekken. He, we hebben het geld uitgegeven om het eenmalig zelf te kopen. En nou, dat is, wat dat gaat, is het allemaal winst. Het heeft allemaal lang geduurd, maar ja, wij huldigen een beetje het standpunt van je kan beter bottom-up, je kan beter zorgen dat het fundament er goed staat en dan heel langzamerhand gaan bouwen. En gewoon bouwen voor zover je, springen zover je polstok is, dan met veel bombarie iets in de lucht steken wat je vervolgens binnen een half jaar weer af kan schakelen, omdat het gewoon, ja, het gewoon, het is top-down, het is gewoon veel te zwaar bovenin, dus dan hou je het niet overeind. Het is verschrikkelijk hard werken voor iedereen van ons. En godzijdank hebben we een team met allerlei disciplines, waarin mensen die verstand van een bepaalde afdeling hebben, dat ook volledig voor hun rekening nemen. En zo met elkaar is het echt een team effort dat we de zaken op poten hebben gekregen. We hebben een paar weken terug, misschien, wanneer was dat? Dat was in juni. Eind juni hebben we de kilowattzender eigenlijk eindelijk gekregen. We hebben vanaf mei hebben we gedraaid met een 300 wattzender die op 120 watt draaide ongeveer, omdat die anders zo warm werd dat zelfs de airco in de container het niet meer kon koelen. Dus en dat had al een wonderbaarlijke dekking. We hebben echt in Alkmaar zaten ze gewoon met onze 120 watt boven Leeuwarden vanaf land zaten ze gewoon te luisteren. En dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar ja, we hebben, als je ziet hoeveel meters koperdraad uit de grond in zijn gegaan. Dat is echt, ook dat is een verhaal op zichzelf. We hebben een, maar dat is ook, kijk, als je dat laat doen, dan is dat iets, ja, dan komt er een bedrijf met een ploeg en die gaat er aan de gang en het wordt allemaal keurig ingelegd. Maar ja, geen centen en wel ambities. Dus we moesten ook dat weer zelf doen. Peter Frans, die heeft een Land Rover. Zo'n four-wheel drive. En die heeft een soort ploeg in elkaar gelast, waar we met twee man op moesten zitten voor het gewicht. En zo schoof je dus gewoon met je kont over de grond. En zo hebben we al die geulen dus in dat weiland getrokken, door dat gras heen. En daar zijn dan vervolgens is het grondnet daar weer ingelegd. Het is allemaal met minimale middelen gedaan, maar het draait op zich heel goed. En nu hebben we sinds een paar maanden dan de kilowatt, een nagelnieuwe. En ja, dat is gewoon ideaal. Voorheen hadden we de airco in de container aanstaan om het een beetje zo te houden dat de computers bleven draaien. En het is nu zo dat die nieuwe zender is zo effectief dat we de airco gewoon uitgezet hebben. Want warmte produceert die bijna niet. Dus we zijn ook wat dat betreft verschrikkelijk tevreden. We hebben lange tijd de handicap gehad dat we geen directe link hadden tussen onze studio en de zenderopstelplaats. Dat heeft ook weer te maken met geld. En je kan er wel gelijk een dure ADSL-lijn heen gaan slepen, of vaste verbindingen, of straalverbindingen. Maar ja, het is allemaal geld en je moet het elke maand weer uitgeven. En als je het niet hebt, kun je het beter niet doen. Dus we hebben gewoon de studio verplaatst naar de zenderopstelplaats. En daar is gewoon onze hele software en hardware hebben we in de studio in die container neergezet. En vandaar kwamen komen nog steeds de programma's. Volgens mij is gisteren de ADSL opgeleverd. En daar hebben we sponsor voor gevonden. Dus ik verwacht in de komende weken dat de studio weer helemaal opgebouwd kan worden. Dan kunnen we ook live gaan presenteren. Dat doen we op dit moment jammer genoeg nog niet. En dan wordt het ook allemaal een stuk logistiek een heel stuk makkelijker. Gaan we ook weer stereo op internet. Ja, want dat was dus wel het gevolg. Vanuit de studio wordt ons signaal dus op het web gezet. En doordat we de studio naar de zender hadden gebracht, hebben we dus de zaak gewoon omgedraaid. Er staat bij ons in de studio nou gewoon een ontvanger. Die is afgestemd op 1602. En die duwt het AM-signaal, duwt die dus op internet. Heeft wel het gevolg. Het heeft wel hele leuke reacties gegeven trouwens. Mensen zeggen van, goh, wat klinkt dat authentiek. Het is
Ja, echt waar. Ja, het is gewoon puur echt één op één het AM-signaal. En vooral met die 120 watt zaten we er nogal wat over in hoe dat na zonsondergang zou gaan. Maar het is wonder wel goed gegaan. Want wij zitten ook met Radio Seagull zitten we 5 dagen per week. Van middernacht tot 6 uur 's ochtends. Ja, Engelse tijd is dat. Dus van 1 tot 7 zitten we op Sky. Op de Engelse satelliet. Maar die pakken dus ons internetsignaal. Dus we zaten ook in plaats van full stereo op de dure Sky, zaten er dus gewoon met een mono AM-signaaltje. Maar de reacties waren heel grappig. Want mensen zeiden, ja, het klinkt heel authentiek. En dat is het ook natuurlijk, want het is wordt gewoon één op één wordt het zo opgezet. Tijdens de procedure met die masten, wat een vreselijke zware bevalling was, zoals ik al zei. Toen zijn we op een gegeven moment onszelf af gaan vragen van, stel je nou voor dat er straks eens een keer zo'n bezwaarmaker komt die wel ontvankelijk verklaard wordt. Wat dan? Want we moeten een keer de lucht in. Kijk, we hebben er allemaal privé gewoon hartstikke veel geld in gestoken. Maar op een gegeven moment, ja, dat potje is een keer leeg en dan moet je een keer de lucht in. Er moet een keer geld verdiend gaan worden. En stel je voor dat dat niet gaat lukken. Nou, wat dan? Nou, een beetje hardop zitten denken. En eigenlijk is er de enige plaats waar je geen bouwvergunning nodig hebt om een mast neer te zetten. Dat is een schip. Je kan hartelust een mast op schepen gaan zetten. Er is geen mens die om een vergunning vraagt. Dus toen hebben we gezegd, nou goed, laten we just in case gewoon maar een alvast onze voelsprieten die kant wat uitzetten. Nou goed, ik heb onder andere op de LV18 een paar weken gewerkt. En daar is eigenlijk ook mijn liefde voor lichtschepen ontstaan. Dus toen we eigenlijk ook op zoek gingen naar een schip, toen waren we al vrij snel erover uit dat toch wel mooi zou zijn als het een lichtschip zou kunnen zijn. Heeft heel veel aanvullende voordelen. Ik bedoel, als we bij de gemeente in Harlingen hadden aangeklopt met van nou, we komen met een viskotter of we komen met een kuster. Nou, die zeggen, nou ja, we hebben er wel 40 van, dus dan leggen we maar bij. En dat is de rekening voor het lichtgeld elke maand. Maar lichtschip, dat is er nog niet. En dat was er ook nog nooit geweest. Plus het feit dat wij het lichtschip willen gaan gebruiken. Want ja, je hebt voor de radio maar heel weinig ruimte nodig. Het is een studio, een stukje redactieruimte. Nou ja, dat is het eigenlijk. En natuurlijk de zender en zo. En hij zei van nou, als we nou de overige ruimtes gaan aanwenden voor nou ja, zo, laten we zeggen, maatschappelijk gebruik. Nou, hebben we onder andere een overeenkomst gesloten met de Maritieme Academie en met de Zeekadetten, dat die het schip gaan gebruiken voor lesdoeleinden. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook heel mooi, heel goed directievergaderingen houden, bedrijfspresentaties. Je zou er in theorie zelfs een bruiloft kunnen vieren. Nou, en op die manier proberen we dus straks ook dat schip zichzelf te laten bedruipen, zodat het niet, als het misloopt, de radiostation mee kan nemen. En andersom, dat de radiostation, stel dat daar wat mee gebeurt, niet het schip mee kan nemen. En ze proberen het echt wel een beetje uit elkaar te trekken. En op dit moment zijn we gewoon verschrikkelijk hard bezig om ook weer met minimale middelen het schip proberen zo te maken zoals wij het willen hebben. En voor diegenen onder jullie die zeggen van nou, het lijkt mij wel eens leuk om daar eens te gaan staan krabben en verven. Dan Anne en Niek die staan achterin met witte t-shirt, blauwe pet. En dan geef daar je naam maar op. En Peter Frans die coördineert de hele werkzaamheden aan het schip. En die zal dan te zijner tijd van groepjes zal hij wel vragen of die willen helpen. En tot die tijd nou ja, proberen we het zelf. Je moet er ook niet met 20, 30 man op gaan, want er gebeurt er helemaal niks. Gewoon kleine, beperkte dingen, hit and run. Dat gaan we doen, maken we af en wegwezen. Dat is de meest effectieve werkwijze. Als het goed gaat, dan gaan we volgende week of die week erop gaan we naar de werf. Dat is niet een werf waar die uit het water kan. Dat zouden we ook niet kunnen betalen. Maar het is zo'n reparatiewerf. En het grote voordeel daarvan is dat we hem ten eerste alle rotzooi eraf kunnen krijgen. Want we hebben er dus heel veel al afgesneden wat er allemaal aangelast is later. En dat ligt gewoon allemaal op dat schipje. Je moet er steeds overheen klauteren. Het is heel onhandig. Dus als dat er straks eerst eens af is, dan hebben we een hoop ruimte. En dat levert misschien nog een paar euro op. Ja, oud ijzer. En we gaan hem afspuiten met hoge druk. Zodat we hem dan gewoon in de verf kunnen zetten. De verf die hebben we al. En dan is het een kwestie van doorzetten. Nou, voor de rest, we zijn met Waddenzee. We hebben een team presentatoren. We zijn nog niet helemaal 100% compleet. Maar we hebben wel een hele leuke ploeg. En ook die heeft er heel veel plezier en vertrouwen in.
Dus we hebben eigenlijk alle vertrouwen in een goede toekomst. En als het een beetje meezit dat we volgend jaar dat schip helemaal tip-top hebben, dan zijn we helemaal klaar. Zullen we wat in de zwarte cijfers blijven? En dat is het. Niemand hoeft er ontiegelijk rijk van te worden, of weet ik wat, daar gaat het helemaal niet om. We zijn er gewoon in voor het plezier. En zolang iedereen dat heeft en we kunnen het een beetje in de zwarte cijfers houden, nou, dan hebben wij onze doelstelling bereikt. Heb ik nog vragen onbeantwoord gelaten? Ze noemen dat EMRP. Ik kijk even recht voor mij uit, daar zit Bob. Die kan er vast beter antwoord op geven dan ik. Ja, het is 100, een kilowatt EMRP. Dus het is, je zal er wel wat meer in moeten douwen om effectief 1 kilowatt van die antenne af te krijgen. Ja, volledig van die antenne af. Ja. Nou goed, dat zal geen 100% effectief zijn, want ik weet niet of dat... Dat zou waarschijnlijk 1200 watt wezen. Mm-hmm. Oké, steek je 1200 watt de mast in, krijg je misschien 800 eruit. Ja, precies. Ja, precies. Echt basic, krijg je misschien 1100. Ja, precies. Nou, ik hoop dat daar je vraag mee beantwoord is. Nee, het was een niet-directional, hoe noem je dat? Non-directional, rondstralen, zo noemen ze dat niet, geloof ik. Niet haalbaar, zo. Oké. Ja, gewoon, we hebben gewoon van de T-antenne gekozen. Het was het simpelste en volgens de kenners het meest effectief. Wat is nu het ontvangstgebied voor de beoogde doelgroep? Nou, kijk, we hebben twee verschillende dingen. We hebben het doelgebied. En dat is het Waddengebied, de Waddeneilanden, Friesland, Kopnoord-Holland en een stukje van Westelijk Groningen. Dat is een beetje het gebied waarop wij ons richten. Het gebied waar we beluisterd kunnen worden is veel groter. En zeker nadat de kilowatt is aangestoken, dan denk ik dat het gebied waar je het heel goed, redelijk goed kunt ontvangen. Dan Zwolle, Kampen, volgens mij Emmeloord, is het allemaal nog prima te ontvangen. Nou, Harry woont in Alkmaar, heeft uitstekende ontvangst. Er zit een beetje een dip in de buurt van Zaandam. Dat was met die 120 watt ook al zo, en dat is nu nog zo. Gisteren van Schiphol terugkwam ook in de buurt van Zaandam. Dan in één keer dan zakt hij weg. En je bent bij Purmerend en hup, daar is hij er weer. Ja, dat is volledig in orde. Ja, dat dekte, met de 120 watt dekten we dat eigenlijk al. En met de kilowatt is het signaal is alleen maar veel dikker geworden. Het is nu gewoon ook heel vaak zo dat je onder een viaduct doorrijdt. Nou, dat merk je eigenlijk nauwelijks meer. Terwijl voorheen was het gewoon echt, poep, was je even helemaal weg. En dan was je er. Nog even een tweede vraagje. Ooit overwogen om de communicator aan te schaffen? Ik zou je zeggen, dat ding is mij 3 keer te koop aangeboden. Toen lag je nog in Nederland. En ja goed, het is inmiddels nou allemaal al gebeurd, dus ik kan het wel zeggen. De vraagprijs toen destijds was 10.000 euro. Toen hij uiteindelijk verkocht werd aan Dave Miller, toen waren er 3 mensen dolgelukkig. Rob, dat hij dat ding eindelijk kwijt was. Dave Miller, dat hij in zijn ogen, dacht hij, een koopje had. En ik, dat ik de weerstand heb kunnen opbrengen om hem niet te kopen. Wat was het? Ja, in de Haagse regio merk ik weinig extra verschil van 120 naar 1000 watt. Ik heb nog veel meer last van alle Spaanse zenders die erop knallen. Mm-hmm. Op een kanaal van maximaal 1000 watt Europees. Ja. Is daar wat aan te doen? Internationaal. AT. Ja. Schrijven, ja. Waarschijnlijk niks. Nee, het is, ik vraag me ook af of ze daar, ze zullen het signaleren, maar of ze er iets aan kunnen doen, ja, betwijfel het. Ja, ze zijn veel te hard. Het mag niet. Maar ja, alle 1602 frequenties, want er is laatst eentje in Denemarken ook verkocht. Dat is allemaal een kilowatt. Ja. Dus, en BBC Radio Kent is volgens mij ook een kilowatt. Nou, die komt sterker door. Daar heb ik meer last van. En toch is dat apart. Ik kom gisteravond net op Schiphol geland, kom uit Engeland vandaan. Maar we hebben iemand in Raynham. Nou, Raynham ligt in Kent. Essex of Kent? Kent volgens mij. Maar in ieder geval, die heeft ons zo speciaal. Het is ook een, natuurlijk, het is niet een alledaags iemand. Maar, en die kan dus met een of andere loopantenne heeft hij het over. En dan kan hij dus die 1602 Kent, kan hij eruit draaien. Dus dat, whatever. Goed. Nou, ik dank jullie voor jullie aandacht. En
nou ja, voor iedereen die interesse heeft om wat te gaan doen. Nou ja, meld je aan bij Anne of bij Niek. Zijn wat geluiden om iets te gaan doen in de vorm van een soort vrienden van Waddenzee of zo. Mocht je in die richting zeggen van nou, daar heb ik wel interesse voor. We hebben dat totaal nog niet concreet. Dat zijn maar van die dingen. Je zit wel eens hard op te denken van nou, kunnen we in die richting iets doen. Mocht je daar belangstelling voor hebben of belangstelling hebben om te helpen op het schip. Nou, meld je aan. Tot zover, bedankt.